De World Games 2017 in Polen zijn begonnen en de korfballers hebben voor Nederland het spits afgebeten. We praten erover na met international Suzanne Struik, de chef de mission van de Nederlandse équipe, Jean-Sjouke van der Bos, en niemand minder dan Olympisch schaatskampioen Michel Mulder. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Studio Wroclaw. Dat is het praatprogramma dat volledig in het teken staat van de Nederlandse delegatie die meedoet hier aan de World Games, hier in Polen. En iedere avond praten we daarover na, eigenlijk over de dag van Oranje. En dat doen we vanavond uiteraard ook. Gelukkig met drie hele mooie gasten en ook op een hele mooie locatie. Vandaag heeft Sanne Meijer, dat is de wakeboardster, die heeft hier een prachtig huis gehuurd en die heeft haar tuin ter beschikking gesteld voor ons. En daar ben ik haar zeer dankbaar voor. Ik ben jullie ook dankbaar dat jullie zijn. Mijn gasten, dat is Suzanne Struik, international van het Nederlands korfbalteam. Jean-Sjouke van der Bos, je bent de chef de mission van de équipe. Dat is ook de eerste keer voor jou, dus daar gaan we het ook over hebben. En natuurlijk Michel Mulder, Olympisch schaatskampioen. Daar kennen we natuurlijk allemaal van. En sommige mensen zullen misschien zeggen, hey, skielert hij nou ook? Maar dat doe je wel degelijk. Ja. En dat is de eerste keer dat je hier op de World Games bent. Wat is je eerste indruk daarvan? Ja, mooi. Ik vind het leuk dat ik dat in ieder geval het skieler hier meedoet. En dat dat een keer een groter podium is dan een WK. En dit is één keer in de vier jaar, dus dan begint het altijd al te borrelen. Ja, maar merk je ook dat de stad er heel erg naar leeft? Dat het ook bij die stad borrelt? De stad? Ja. Dat merk ik. Je ziet wel heel veel vlaggen en advertenties langs de weg, maar niet zozeer dat de mensen op straat. Nee, dat, maar goed, ik versta ze ook niet. Nee, je hebt je pols niet echt bijgespijt. Nee, ik heb het niet bijgespijt. Ja. Suzanne, jullie hebben vandaag je eerste wedstrijd gespeeld tegen China. Ja. Gewonnen met 33-10. Hoe ging dat? Goed, ja, het was een lekker begin eigenlijk. We moesten wel even inkomen. Het heeft de hele tijd 1-1 gestaan. Maar we hebben goed gespeeld en lekker. Is dat nog lastig, Michel? Jij weet het ook natuurlijk van de Olympische Spelen. Om zo'n eerste wedstrijd gelijk te spelen. Of is dat juist lekker omdat dan die druk van je afgaat? Ik weet niet. Kijk, voor mij was de eerste wedstrijd meteen ook de finale, zeg maar. Jullie mogen eerst nog poolwedstrijden spelen. Misschien heb je dan iets meer kans om erin te komen. Ja, 33-10 is natuurlijk een vrij afgetekende zege. Dus misschien heb je dan iets meer ademruimte. Dus ja, wellicht dat daar iets verschil in zit, maar ik vond het niet heel fijn om te beginnen. Het was gewoon onwijs nerveus. Suzanne, kom je daar ook lekker in? Want weet je, het Nederlands team moet toch altijd winnen van korfbal. Ja. Is het dan lekker om rustig in te komen of wil je gewoon gelijk? Nou, ik wil wel gewoon gelijk echt de staan en volle bak. Nou, ik wil natuurlijk, als je er staat, dan ga je gewoon volle bak. Alleen voor een eerste wedstrijd is eigenlijk wel gewoon inkomen. Je moet even wennen aan de hal en aan dingen. We hebben natuurlijk wel getraind. Maar uiteindelijk ook maar één keer hier. En ook niet heel veel tijd hadden we daarvoor. Dus en wij hebben, dat is ook wat hij denk ik net zegt, wij hebben daar ook de tijd voor. Dus daar kan je ook wel wat op instellen. Ja. Aan de andere kant hebben we morgen dus al België. Dus dan moet het gelijk wel. Een van de grote rivalen, gaan we het zo over hebben. Jean-Sjouke van der Bos, je hebt natuurlijk als chef de mission, als oud bondscoach van het korfbalteam die wedstrijd ook gezien. Ben je dan trots om de Nederlandse delegatie in je rol van chef de mission eindelijk aan het werk te zien hier op de World Games? Ja, het is mooi. Wat ik heel mooi vond is dat zeg maar heel veel sporters die hier al zijn kwamen kijken bij die wedstrijd. En ja, als je een team wil zijn, dan moet je ook proberen een beetje voor elkaar te zijn als je dat kunt. Je presteren staat één, maar als je een ander kunt supporteren, dan denk ik dat dat echt dikke winst is in het zijn van een team. En het was erg leuk, want er zaten er, ik weet niet hoeveel, maar er was echt een hele forse groep Nederlanders. Met allemaal sporters die de andere sporter helpt. En dat vind ik een mooi gebaar. We praten zo verder over jullie verwachtingen en ook over jullie doelen hier. En ook wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Michel, jij was de vlaggedrager gisteren bij de ceremonie. Praten we zo over. We gaan eerst even kijken naar een van de belangrijkste plekken hier bij de World Games. Dat is bij een van de grootste fonteinen van Europa.
ja, een van de venues is daar dus bij de Fontein. Die openingsceremonie, allereerst, ja, hele simpele vraag natuurlijk, wat vond je ervan, Suzanne? Ja, leuk. Het is onwijs vet eigenlijk om zo achter de vlag aan te lopen en in zo'n vol stadion. Het is onwijs vet om achter Michel Mulder aan te lopen met de Fontein. Ja, dat ook. Nou. Nee, dat is super vet. En daarna was de show en ja, super leuk om mee te maken. Het is de derde keer voor jou dat je bij de World Games bent, ook de derde openingsceremonie dus. Was het anders dan in Colombia en Taiwan? Ja, in Colombia hebben wij de openingsceremonie niet meegemaakt, maar daar de sluitingsceremonie en in Taiwan de opening. Ik vond daar iets meer show, maar de binnenkomst en zo, dat is echt wel een beetje hetzelfde. En dat vind ik zelf ook het vetste om mee te maken. Dus, ja, het hebben we ook kunnen zien. Hè? Je hebt wat leuke beelden gemaakt van dat jullie binnenkwamen lopen in het stadion. Krijg je dan een beetje een kickgevoel? Ja, zo zou je het op zich wel kunnen noemen. Ja, je doet er een beetje bescheiden over. Ja. Nou ja, ik denk dat ik ook een beetje nuchter ben. Ja, een nuchter persoon. Ja. Michel, jij liep met de vlag. Ja. Daar kunnen we even naar kijken, want we hebben ook een filmpje dat van hoe Nederland de openingsceremonie heeft beleefd. Laten we eerst even naar kijken. Daarna gaan we het over jou hebben als vlagdrager. Nederland dus met de openingsceremonie. Hoe hebben ze die beleefd? Ja, Michel. Wow, niet ingezoomd. Niet ingezoomd op je gezicht, want vertel eens, jij liep daar niet helemaal fris bij. Hè? Nee, ja, we hebben daar 3 uur van tevoren gewacht. Dat is wel bekend hoor, dat was op de Olympische Winterspelen ook zo. Maar het laatste uurtje begon ik me steeds minder te voelen. Ik had 's middags wat verkeerd gegeten, bleek achteraf, maar ik was echt beroerd. Dus ik heb met een neplach, ik vond het wel heel gaaf hoor, want het is altijd mooi om in ieder geval met de vlag binnen te mogen lopen. Dat vond ik een hele eer. En ook nog in een vol stadion, dus dat was het beste moment van mijn avond. Maar daarna ben ik wel snel naar het hotel gegaan, want bleek achteraf even wat lunch. Wat lunch uit. Gelukkig niet toen je met die vlag liep, hè? Dat zou wel nogal wat zijn. Ja, en gelukkig ben ik ook meteen weer fit daarna. Dus dat is voor mij, voor mijn eigen prestatie ook wel belangrijk. Ja, wanneer hoorde je dat? Want jij hoorde het van Jan Schauke, dat je de vlagdrager werd. Gewoon langzaam geleden, 1,5 week geleden denk ik. Ja. 2 weken. Ja, je zat in de auto en je ging naar RTL. Ja. En ik was onderweg geloof ik naar de NOS. Ja. En toen denk ik van nou, laten we dat nu maar eens even doen. Want ja, heel gaaf. Die knoop moet ook doorgehaakt worden. En ja, je reactie was ook inderdaad zoals je zelf zegt. Maar ik was meteen trots dat je dat kon doen. En ik vind ook dat je de meest aangewezen man bent om dat te doen. Nou, dankjewel. Ja. Nogmaals. Waarom? Nou, het is gewoon de most famous, weet je. Dat klinkt gek, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Daarnaast heeft hij het voordeel dat hij ook, afgezien van zijn hoogste prestaties die hij geleverd heeft, ook heel makkelijk benaderbaar is en open is. Dus het is een kop die je makkelijk ergens neerzet. En ja, dat klinkt gek. Het is natuurlijk een fantastische eer, maar het gaat ook over de manier waarop je het doet. En dat is hem op het lijf geschreven. Ja. Nou, dat zijn woorden die kan je in de zak steken inderdaad. Michel, we hadden het net al over, voordat we hier zaten, je kunt ook zeggen, want jij wil natuurlijk ook mee naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn. Ja. Over 7 maanden is dat. Dat klinkt nog heel ver weg, maar voor topsporters moet je natuurlijk heel lang voorbereiden. Maar jij bent hier toch op de World Games op het asfalt aan het skileren. Dan denk ik van ja, moet je niet op het ijs gaan focussen? Ik heb altijd 2 sporten gecombineerd. Hè. Dat is altijd mijn ambitie is altijd geweest om in beide sporten wereldkampioen te worden. En dat is inmiddels gelukt, al een aantal jaar geleden. Toen werd ik ook nog Olympisch kampioen. Maar mijn ambitie is altijd geweest om 2 sporten te combineren en om ook te laten zien dat het kan. Want ik geloofde daar heilig in dat het skileren voor mij de perfecte voorbereiding was voor het schaatsen. En daar geloof ik nog steeds in. En dat is eigenlijk de enige reden dat ik het doe. En omdat ik het heel erg gaaf vind. Ik vind deze sport heel erg mooi. En kijk, als ik in Nederland kom, in 2012 werd ik wereldkampioen skileren voor het eerst, in 2013 schaatsen. Ik vind die 2 echt gelijk aan elkaar, al zal iedereen op straat dat niet begrijpen in Nederland, omdat mensen mij kennen als schaatskampioen. Ja, en het schaatsen ook wat bekender is in Nederland. Ja, nee, dat is de enige reden, maar voor mijzelf, mijn sportieve doel,
is dat gelijk. En was mijn doel om in beide eerste medaille en later dan wereldkampioen te worden. Dus voor mij is dat hetzelfde. En net zoals deze World Games, voor mij is dit de perfecte voorbereiding op een eventuele nieuwe Olympische Spelen. Ja. Ben ik hier en wil ik hier heel graag aan meedoen. Ja, en dat Olympisch kwalificatietoernooi is eind december, tussen kerst en oud en nieuw. Ja. En dat gaat gewoon lukken, hè? Daar gaan we je niet... Als ik eraan denk, word ik al nerveus. Oké, daar gaan we het niet over hebben. 10 plekken, hè, voor het schaatsen. Laten we het niet te lang over schaatsen hebben nu. Maar nee, precies, er zijn maar 10 plekken en waarschijnlijk voor de 500 maar 2. En er zijn er wel 6 gegadigden voor. Dus het wordt geen makkie, maar ik ga er wel voor. Ja, en je hebt natuurlijk een andere reden dat je hier bent. Het is ook de eerste keer voor jou op de World Games. Ja. Dus die medaille die heb je nog niet en die wil je natuurlijk heel graag halen. Dat zou het allermooiste zijn. Dan moet ik wel zeggen dat het dan moet ik meteen afzwakken, want dat doel is vrij moeilijk haalbaar, als ik heel eerlijk ben. Er zijn wat jongens die gezien de resultaten wel iets meer kans maken, maar misschien kan ik mijn ervaring meenemen van de Olympische Spelen en kan ik hier het maximale halen. Ja, en vorige week werd je Nederlands kampioen op de 100 meter. Ja. Met een tijd onder de 10 seconden nog. Ja. Je bent wel aardig in vorm. Daar kan ja, dat gaat goed. Ja, nee, zeker. Op het EK was één jongen uit Spanje die dat deed. Er is een jongen uit Duitsland die toen niet meedeed, die dat ook kan. Dat zijn ook meteen de grote favorieten hier. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar. En dat vind ik ook het mooie aan deze sport. Dat uit Europa, Zuid-Amerika en Azië, dat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En dat het wordt echt een mooie wedstrijd, maandag al. Ja. Ik denk ook dat het wel mooi is, hoor, wat je zegt ook over jouw sport. Want als je die twee sporten wil combineren wat jouw grootste doel is, dan denk ik dat jij veel logischer denkt dan de menige schaatscoach die je zeg maar dat was ook echt een, allerlei andere dingen laat doen. Ja, er zijn heel veel schaatscoaches geweest die bij talentvolle skileraars zeiden stop met skileren, want je kan goed schaatsen. Daar geloof ik gewoon niet in. En dat heb ik zo vaak gehoord dat bijna mijn doel werd om dat te bewijzen dat het wel kon. Net zoals de meerdere Olympische kampioenen schaatsen zijn die hun roots hebben bij het skileren. Ja, dat vond ik. Als je werkelijk denkt in het differentieel leren, je denkt dus op welke manier jij contact kan maken met de ondergrond en hoe je daar een afzet kan maken en snelheid uit kan halen, dan is dit voor mij één op één hoor, bijna. Ja. Dat is de manier waarin je moet kiezen. Dus vanuit deze kant, ik ben er heel blij mee dat je op deze manier ook denkt en dat je niet zeg maar meteen dingen laat liggen. Omdat er zo schaatscoaches zijn die denken bij wijze van spreken, dat kan nooit samen, want dat wordt niks. Nee, en voor het schaatsen is skiën ook een hele mooie sport. Want er zijn heel veel landen bij het schaatsen bijgekomen van jongens die skiën en die toch een Olympische ambitie hebben. Die daardoor op het ijs overstappen. Er zijn Belgen, Nieuw-Zeeland, weet je, het zijn om een paar landen te noemen die toch ook op het ijs nu goed zijn. Omdat ze graag Olympisch eremetaal willen. En mijn doel is om dan de skiën buiten de Olympische Spelen te krijgen. En ik vind het mooi om ook Nederland te laten zien dat we eigenlijk maar een beetje wereldvreemd zijn. Want als wij wat meer geïnteresseerd zouden zijn in de wereld van sport. Ja. Nou, dan ben je veel sneller een echte fan van skileren dan van schaatsen. Wat ook een hele grote sport is in Zuid-Amerika, het skileren. Ja, maar het is gewoon heel veel groter dan lange baan schaatsen. Ja, maar dat doet niets af aan natuurlijk een lange baan schaatsen. Het is inderdaad waar dat het gewoon bepaald wordt door waar springt de media op en wat zit ook in de cultuur van mensen. En daarin is schaatsen in Nederland een hele grote sport. En gelukkig maar, want ik vind het ook heel erg gaaf om te doen. Ja, maar dat is ook niet het naar beneden halen van dat. Maar het gaat erom dat het andere, zeg maar, jouw eerste of tweede sport, want daar moet je bij spreken nog wat van zeggen, maar... Dat skileren is gewoon een fantastische grote sport. En dat vergeten we eigenlijk. En ik denk dat de World Games laten zien dat het waarschijnlijk echt zo is. Ja. En dat zij ook gewoon een goede kans hebben om zeg maar door te kunnen groeien naar een Olympische sport. En dan kunnen we er nog veel van horen. Ja, daar zijn de World Games een podium voor. Michel, wat kunnen we van jou verwachten? Je zegt het is een heel sterk deelnemersveld. Maar waar schat jij jezelf in over een week? Dat vind ik wel lastig. Want ik heb echt heel lang niet tegen de jongens gereden. Mm-hmm. Ik heb het EK bijvoorbeeld overgeslagen omdat ik toen wel op het ijs stond. Dus ik heb echt alleen gekozen om deze wedstrijd deze zomer te pakken. In voorbereiding ook op de Spelen. Er zijn denk ik wel 13 jongens die een medaille kunnen winnen. En voor goud denk ik een groepje van 3-4. En helaas zit ik daar dan niet bij, maar daar ga ik wel proberen bij te komen. 13 jongens die een gouden medaille kunnen winnen, Suzanne. Dat is bij het korfbal wel even iets anders, hè? Ja, sowieso is het gemeen. Zijn ook mij. Ja, dat is ook weer waar. Ja. Maar heel slim, heel slim, Suzanne. Ja, scherp. Je bent er goed bij. Nee, bij ons liggen de kansen wat anders. En wij zijn de huidige nummer 1. En dat gaan we nu ook weer laten zien. Daar hebben we best veel vertrouwen in. En, gaan we doen. Ja, nu zijn de 19 hier aangekomen.
Hebben jullie al wat van de stad kunnen zien? Nee, eigenlijk niet echt. Ja, echt gewoon gefocust op die eerste wedstrijd? Ja, we hebben getraind en dan die opening gehad. En onze aankomstdag, daar hebben we eigenlijk niet heel veel meer gedaan. Nu hebben we vandaag onze eerste wedstrijd gehad en de komende 4 dagen ook allemaal wedstrijden. Dus ja, we hebben ook niet heel veel tijd om bij andere sporten te kijken. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel heel erg jammer. Ja. Misschien maandag, maar ja, dat ligt er een beetje aan. Ligt eraan, ja. Hey, ja. Jullie moeten winnen. Dat wordt altijd verwacht van het Nederlands korfbalteam. Ja. Moeten winnen. Ja, zo kun je het wel stellen, toch? Nou, dat is ook wel zo. Ja, toch? Ja. Maar dat is natuurlijk meenemende in dat tweede verhaal, dat het een heel ander uitgangspunt is. En dat moeten winnen, dat geeft ook een waanzinnige druk. En Absoluut. Die druk, om daar speciaal mee om te gaan, en dat voor Nederland, is best op zichzelf heel moeilijk. Het is net Sven Kramer op de 5000 meter, om maar weer die uitstap te maken naar die andere sport. Maar dat is echt moeilijk om dat heel goed te doen. Daar is het Nederlands team gelukkig, uiteraard voor ons volgers en voor liefhebbers daarvan, wel heel goed in. Jullie moeten dus goud winnen, maar jullie zijn ook nog met een andere doel hier gekomen, naar de World Games. Nou ja, we willen ook wel graag onze sport laten zien. En daar hebben we ook voor getraind. Natuurlijk is het doel om goud te halen, maar we willen ook graag mooi korfbal laten zien. En iedereen vermaken. Dus dat doen we ook. Dat is het doel. Vandaag is dat denk ik redelijk gelukt. Het zijn mooie acties geweest. Ja. Dus. Gelukkig denk jij er zo over. Maar jouw bondscoach Wim Scholtmeijer denkt er ook over. Goud moeten ze dus halen, dit Nederlands korfbalteam. Maar zijn die ook nog voor een andere reden? In de basis is het gewoon winnen. We proberen de beste van de wereld te blijven en dus is dit toernooi daar ook een onderdeel van. Neem niet weg dat wij onszelf doelen stellen door zowel aanvallend als verdedigend gewoon het spel te innoveren. En daar zijn we de laatste jaren mee bezig en dat zullen we ook gewoon doorzetten. Ja, dat is echt het doel ook. Je niet alleen winnen, maar ook de sport wat meer verkopen verder en laten zien waar je als Nederland staat. Absoluut, ja. De hele essentie van korfbal is mannen en vrouwen op basis van gelijkwaardigheid samen laten sporten. En dat willen we echt tot in het extreme doorvoeren. Geen verschil tussen man en vrouw en geen verschil in intenties. Gewoon totaal korfbal spelen. Ja, zodat jullie met dat totale korfbal de sport op elkaar kunnen zetten en die overstap naar de Olympische Spelen kunnen maken. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat zou heel mooi zijn voor de sport. Ik denk alleen niet dat ik het zelf nog meemaak. Maar, misschien als lid van de staf. Ja, wie weet. Ja. Nee, maar jullie willen heel graag die overstap maken en daar zijn jullie ook hard mee bezig. Hè? Ja. Ja, tenminste daar is de KNKV vooral heel hard mee bezig. Dus, en nu, ja, daar weet je ook misschien nog iets meer van dan ik. Maar dat zou heel mooi zijn voor de sport. Alleen ja, het probleem is wel een beetje dat nog steeds de internationale top redelijk vaak hetzelfde blijft. En daar zou dit toernooi ook wel anders in kunnen zijn. Want ik denk dat, tenminste ik hoop en ik denk dat wij finale misschien wel tegen Taiwan gaan spelen. Ja, want als we het schema bekijken, jullie spelen morgen tegen België. Ja. Maar dan zou de andere halve finale wel eens kunnen zijn België tegen Chinees Taipei, Taiwan. Ja. En daar zou het dus kunnen zijn, en dat zei Wim Scholtmeijer vanmiddag ook, dat hoorden we net niet, maar dat zei hij wel vanmiddag, dat Taiwan ook wel eens van België voor een van de eerste keren zou kunnen winnen. Ja, ik heb dat zelf ook al een keer eerder meegemaakt met onder 23 team. Maar Taiwan zit er al heel lang aan te komen, maar elke keer maken ze net die stap niet. Ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben in hun oefenperiode voor de World Games best wel goede resultaten geboekt. Ook tegen Nederlandse goede clubs. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd. We gaan het zien inderdaad deze week. Jan Schauger van der Bos, jij bent de chef de mission van deze Nederlandse equipe. Dat is ook een nieuwe rol voor jou. Merk je dat je daar al een beetje in groeit? Ja, ik ben wel een poosje bezig. Maar het is wel het eerste evenement wat je doet. Ja, dat is nieuw. En dan moet je wel even mee leren omgaan. Aan de andere kant is het ook vrij normaal. Je werkt met sportmensen, daar ben ik gewend. En, dat ik hier een ploeg van moet maken, dat is niet zo makkelijk. Want je hebt niet zoveel middelen. Je kunt niet een heel jaar lang bij mensen zijn en volgen en nog meer doen. We hebben er alles aan gedaan om er iets van een team van te kunnen maken. We zijn in ieder geval, zoals je kunt zien, allemaal lekker in oranje. Dus dat schiet al mooi op. Ik denk dat het goed loopt. We hadden maar op de 120 deelnemers hadden we maar 2 of 3 probleempjes met hotels en accreditaties. Dus ik denk, nou, dat is een hele behoorlijke score. Ja. En als je de eerste 1-2 dagen doorkomt, zeg maar, zonder dat er hele grote problemen zijn, dan heb je eigenlijk het grootste deel wel gehad. Ja. We hebben 79 Nederlandse sporters die hier aan meedoen in 14 verschillende sporten. Kun je dat allemaal een beetje bij elkaar brengen? We zien het inderdaad bij jullie outfits. Dat is ook voor de eerste keer dat het is gebeurd. Maar kun je die een beetje verbinden met elkaar? Nou, dus zoals ik daar straks zei, vandaag hadden we een opening met korfbal.
En dat er zeg maar heel veel van ons team er zijn om daar naar te kijken en dat ze supporteren. Dat is ook precies het doel. Maar het grootste doel van de World Games is natuurlijk gewoon dat je zorgt met elkaar dat je de beste prestaties levert. En dat supporteren, dat is leuk. Dat is voor een nummer twee. Ja. In lijn met de ambitie ook van het NOC-NSF ben jij hier ook om de top 10 ambitie van Nederland te representeren, te waarborgen ook. Want jullie willen in de medailleklassement bij de top 10 eindigen. Ja, dat heb ik uitgesproken. En daar sta ik ook wel voor. Dat is ook een beetje makkelijk natuurlijk, omdat die top 10 gedachten, daar is iedereen aan gewend. Iedereen weet wat dat ongeveer betekent. Dus ik heb me daar weer aangesloten. Eigenlijk op basis van de hele historie die ik gezien heb van de World Games. Dat is allemaal prachtig uitgewerkt op de World Games site. En daar kun je zien dat Nederland na 10 afleveringen de 11e plek heeft. En dan denk ik, dan vind ik 10 wel een hele mooie doelstelling. Ja. En daar ga je kijken bij wie waar staat en wat de mogelijkheden zijn. En denk ik, dat is helemaal niet vreemd. Dat zou niet gek zijn om dat te gaan halen. Dan gaan we voor naar deze week. Ja, we hebben de laatste 2 afleveringen iets minder gepresteerd, 18e en 14e. Dus het is tijd dat we nu de sprong maken naar een 10e plek. Nog een stap hoger, ja. Jij bent ook verbonden aan het KNKV. Ik zei het al, je bent oud-bondscoach, je bent ook mastercoach van het KNKV. Dat KNKV heeft een enorme stap genomen tegenover het NOC-NSF om deze leiding op te nemen voor de World Games. Ja, dat is hoofdzakelijk de korfbalbond die daar het initiatief toegetrokken heeft. Om te zeggen, die World Games, dat is zo'n groot evenement. Het is gewoon het tweede multisport evenement in de wereld. Daar moet je aandacht aan besteden. Dat kan je niet afdoen met we gaan allemaal met onze eigen sport een kampioenschap doen. Ik vind het ook heel fijn dat de NOC-NSF dat gehonoreerd heeft. Op een bescheiden manier, met een bepaalde geste van geld. En die supporteren ons daarin ook wel. En we zijn er blij mee, maar de inzet is natuurlijk om in de toekomst van World Games gewoon veel meer te maken. De World Games is gewoon een podium om een Olympische sport te worden. En daar moeten wij met z'n allen gewoon heel hard aan trekken. Om daar meer van te maken als wat we tot nu toe gedaan hebben. Want het evenement is het al lang. Het hebben we al lang kunnen zien bij de opening. En het is niet voor niks dat Bach deze Spelen opent. Hè. Dat is gewoon een signaal van dat het erbij hoort en dat het iets met Olympische sporten te maken heeft. Ja, dus dat vind ik echt een groot signaal. Ja. En ik zie het op meerdere manieren. We zien een fantastische grote Franse ploeg. Ja, Olympische gedachtes van Parijs. Mm-hmm. We zien een ongelooflijk grote Amerikaanse ploeg. Die willen hier natuurlijk een staaltje uithalen, want die willen de Spelen die willen het, die willen het laten zien. Ja. En dat hoort ook zo. Ik denk dat als je werkelijk een ambitieus sportland bent, dat je moet laten zien dat je de events binnenhaalt. En dan zul je er ook heel hard aan moeten werken om er het allerbeste van te maken. Als ik gewoon kijk naar de uitvoering van gisteren en kijk naar de delegaties die er zijn en hoe ze zich presenteren, dan kan ik zo kijken wat de beste sportbonden in de wereld zijn. Ja. Stel je voor, Michel, dat skileren toch een Olympische sport wordt, dan ben jij elke 2 jaar op het hoogste podium ter wereld. Ja, als dat nog zou kunnen 10 jaar lang, hè? Dat, ja, dat vrees ik alleen niet. Nou ja. Maar ik zou het gewoon voor de sport heel mooi vinden. En het zou helemaal fantastisch zijn als ik dat zelf nog een keer kan meemaken. Maar als dat niet zo is, dan is het niet anders. Maar het zou voor de sport heel erg gaaf zijn. Ja. En wie weet dat ik dan in de begeleidingsstaf zit om eens keer iemand te helpen. Dan maak je zelfs nog mee, inderdaad. We gaan even kijken naar de dag van morgen van Oranje, hoe die eruit ziet. Dat is om 9 uur spelen de bowlingmannen, die komen dan in actie. Dat zijn Johnny Speel en Jeffrey van der Wakker. Die spelen als team en als individu. Mijn verwachting is dat ik gewoon lekker ga gooien. En hopelijk goede reactie op de baan heb. Waardoor de pins dus gewoon goed gaan vallen. Ja, dan kijken wat er mogelijk is. Johnny, jij hebt niet zo heel lang geleden op een EK nog een hele mooie medaille gehaald. Merk je dat de mensen hier dan ook wat meer naar je kijken, dat je wat bekender bent? Loop je wel te spelen rond waar ik destijds tegen moet spelen. En ook heb moeten uitschakelen. Dus ja, die jongens die komen nu weer tegen. Wie weet wat er gaat gebeuren op het moment dat je weer tegen ze staat. Ja, dat morgen dus. Dan spelen de bowlingmannen. En die zijn zondag bij ons te gast hier. Morgen om 7 uur ook de korfballers tegen de eeuwige rivaal België. Susanne Struik, appeltje eitje? Vraagteken. Nou nee, geen appeltje eitje. Maar we hebben in aanloop naar de World Games tegen ze geoefend en wel gewonnen. Dus ik ga ervan uit dat we goed zijn. Een beetje eigenlijk zoals vandaag. Vandaag hadden we nog wel wat plaatsfouten hier en daar en liepen niet altijd even goed. Als we gewoon goed zijn en ons eigen spel kunnen blijven spelen, dan moet het zo goed komen. We gaan het in de gaten houden. Ja. Ter afsluiting nog van deze uitzending van Studio Wrocław. De eerste uitzending hebben we nog onze rubriek van de dag. En dat is de poll van de dag.
Wrocławskie Zoo było miejscem kręcenia przyrodniczego show przez wiele, wiele lat. Ja, wat zegt die Pol nou eigenlijk? Is dat antwoord A? De dierentuin van Wrocław was ooit de setting voor een populaire kindershow op de Poolse televisie. Antwoord B. Drie ontsnapte tijgers uit de dierentuin van Wrocław zijn nooit teruggevonden. Is dat antwoord C? De zoo is nu de venue voor het handboogschieten. Of antwoord D? Antwoord C kan helemaal niet, want je mag helemaal niet jagen in Wrocław. Ja, de poll van de dag dus. Suzanne, wat denk jij dat hij zei? Hey, ik heb niet heel goed gezien welke antwoorden het was, maar ik denk dat hij ons heel veel succes wenst. Dat denk ik ook. Nou, Michel, jij zei al dat je al helemaal je pols niet hebt bijgespijkerd, dus jij moet het helemaal niet vragen. Maar ik denk dat iets over een dierentuin en een tv. Dierentuin en een tv. Nou, knoop die in uw hoofd, de dierentuin en een tv. Jullie kunnen hieronder op dit bericht op Facebook kunnen jullie reageren en dan kun je een leuk souvenirje winnen uit Wrocław. Wat zegt de poll? En geef goede antwoord hieronder en dan krijg je iets leuks van ons toegestuurd. Succes daarmee. Ik wil jullie bedanken, Jan Schauke van der Bos. Jij komt vaker bij ons in de uitzending. We gaan je nog vaker terugzien. En we gaan jullie volgen. Suzanne, succes morgen. En natuurlijk verder in het toernooi. Michel, we hopen op die gouden medaille. Op in ieder geval podiumplaats. Dank jullie wel voor het kijken. We zijn er morgen weer. Heel graag tot dan. Dag.